In deze aflevering van Mini Reportage gaan Peter en Ton op zoek naar verschillen en overeenkomsten tussen het Paterswoldse Meer en het Schildmeer. Veel plezier! Vandaag moeten we hier die afslag nemen en dan hier langs de A28. Ja, je weet zeker niet dat het die ene afslag verder was, of dat we dan bij die andere komen? Nee, bij de helpen bedoel jij? Nee, volgens mij deze, bij de punt en dan langs het water. Oké, nou, dan gaan we dat doen. Heb je al een beetje gezegd ook heen gaan natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja. Dat vallen zo, dat is op zin zo middenin nu. Ja, precies. Oh ja, ja, ja goed, dat is op zin niet erg. Ik ben even gestopt hoor, voor de exacte locatie. Ja, ik heb het gezien. Ja. Ik merk het. Even zien hoor, de witte molen. Ja, dat zie je. Nou. Zet ik de speld aan neer, goed? Zeker. Kijk, ga hier. Volg de straat gedurende 2 kilometer. Maar liep er hier ook een hert op de weg. Zo nu? Nee, serieus, ik meen het. Nou, we zijn nog maar net een paar minuten onderweg. En we hebben het allemaal alweer meegemaakt. Het is nu alweer feest. Felle discussie over de plek waar we gaan beginnen. Ja. Maar daar zijn we uitgekomen. Nee, dat klopt. We gaan prima verlopen. Dat is ook overuitvielen. Gelukkig. Nou. Herten over de weg. Ja, er gebeurt hier van alles. Maar leuk hè, het seizoen is weer begonnen. Ja, ja, ja. We gaan weer. De molen. We beginnen bij de Witte Molen. De Witte Molen in Glimmen, is dat toch wel even te glimmen? Ja. Ja. Ik hoop dat die staat te glimmen. Nou, zeker weten. Ja, verder nog bijzonderheden waar we mee gaan beginnen. Ik ben een beetje verkouden. Nee, ik heb een lekker douche genomen. Ik had me zo lang gegaan natuurlijk. Ja, dat gaat helemaal goed. Ja. Ja, je verwacht ook niet rond deze tijd zoveel drukte hier op de weg. Nee. Dan rijden we de ring op. Ja, dat kan weer. Ja. Nou, hoe lang stilte hebben gestaan hier? 2 jaar? Ja, ik heb er zelf niet heel veel last van gehad. Nee, ik ook gelukkig niet. Ik hoef deze kant niet vaak op. Maar het is wel een mooi stukje dat we nou gaan rijden, denk ik. Nou, ik ben heel benieuwd. Eén keer door de tunnels. Ja, daar zitten wat tunneltjes in, hè? Wat zeg je? Zitten wat tunneltjes in? Ja, we gaan tunneltjes in. Ja. Dus ik. We gaan eens kijken. Leuk. Ik heb daar ook wel zin in. Ja, hè? Ja, ik heb het aan je zien. Dan kun je echt verheugen dat je... Ik kon er al bijna niet te slapen. Nee, nou ja. Gelukkig hoeft ook bijna weer niet te slapen, want het is... het was alweer vroeg. Het was weer vroeg dag vandaag. Ja, kijk, ik haal deze auto even in. Ja. Goed bochtje dit hoor. Oh, je mag er ook 80 in plaats van 70. Ja. Die openingen ertussen die maken de variatie ook zo leuk. Leuk, ja. Ja, het is echt een genot om hier over. Zo, dat gaan we vaker doen hoor. Ja, dat denk ik wel. Kijk, Amsterdam Drachten nou, bijna internationaal. Zo. Als het goed is, rijden we ook in 1 keer de A28 op nu, of niet? Zeker. De Julianneplein gaat ongemerkt voorbij. Zo. Ja. Ach, wat stom, ja. Het is een fantastische weg, maar ook wel wat verwarrend, hè, Peter? Gedverdere, we rijden gewoon verkeerd. Het is echt leven wennen, dus. Shit. Nou ja, afslag Martini en dan... Leeuwarden-Drachten, dat was niet de bedoeling dat we dat gingen doen. Ja, een stukje binnen doorgedaan en... De ring op. Ja. Groen hoor. Hij is groen? Ja. Groen wordt niet, ja. Nee. Ja. Nou, daar heb je diezelfde vrachtauto weer, dus op zich... Op de tijd hebben we niks verloren. Nee, gewoon in de spiegel kijken en dan lekker invoegen. Hoppakee. Nou, kijk nou eens. En pakken die 100. Mag ik nog een opmerking maken over de reis tot nu toe? Ja, dat mag jij. Wat ruikt het hier ontzettend lekker in de auto? Ja, dat klopt. Wat heb je gedaan? Ik heb een heel lekker geurtje hier in de auto. Oh, in de auto? Ja. Oh, in de auto. Maar jij bedoelt het anders natuurlijk.
Ja. Wat bedoel je eigenlijk? Ik heb geen idee. Het ruikt zo lekker hier in de auto. Ja. Je hebt iets nieuws. Ik heb het nieuws in de auto. Mijn blokje hier. Kijk. Oh, een rituals blokje. Een rituals blokje. Oké, okay, die geeft een fijne geur af. Oh, dat is zo lekker. Ja. Je klikt hem er zo op en eraf. Ja, dat zou ik dan niet doen. Maar... Nee, laat maar mooi zitten. Oké, okay. Nou, hartstikke leuk. Ja, ja. Dit heeft me echt verbaasd. Oh, hier is verder niks. Oh, hier zit nog één. Nou ja, het, we gaan het zien. Het valt hier mee met de auto. Het wordt de auto wel weer beter. Ja. Het was auto en auto en auto. Zo, ja. Auto's achter elkaar. Ja. Ik vond het wel een beetje spannend. Ik ook. Ik kon er ook maar net langs, joh. Het is in ieder geval niet koud. Kijk, dat is wel mooi. Ja, dat mag hier niks aan. Er staat hier een enorm groot rood bord, dat is ook nieuw. Bord, ja. Is dat nieuw? Volgens mij niet hoor. Oh. Straks voorbij. Ja. Met een plaatje. Uh-huh. Ja. Er ontbreekt iets, hè? Het licht. Maar een stukje doorlopen. Hè. Dus niet helemaal wat we ervan gehoopt hadden. Hè, dit. Nee. Een beetje jammer, er staat een dikke auto voor en er staat een tent voor. Ja. En het licht is. En het licht valt ook tegen. Ja. Nou ja, kan al, er is wel een streepje, maar. Ja, ja oké. Okay. We moeten geduld hebben totdat hij terecht is. Maar we zouden plan B kunnen oppakken. Ja, je wil naar. Plan B naar de stijging. Ja, dat is aan het Paterswoldsemeer. Dus niet, ja, precies. En uiteindelijk ja, gaat het ook een beetje om het Paterswoldsemeer. Ja, klopt. Ja, ik geloof niet dat ik hier mijn camera voor ga pakken. Nee. Dus laten we de stijger maar doen. Zullen we doen? Ja. Zet ik maar vast. Oh nee, ik heb mijn telefoon niet meer. Wat zeg ik? Telefoon. Nee, die heb ik in de auto laten liggen. Oh. Stom. Eerst al zo'n mooie ringweg met allure en nu rij je weer langs een internationaal vliegveld. Dit hebben we toch een omgeving. Ja, dat kan nog geen. Zo ook. Zo ook hier de natuur. Ja, de bossen van Eelde Paterswolde. Ja. Ook een aanrader trouwens hoor. Ja, ja, ja. Ja. Of de oerbossen nog. Sterrenbos. Ja. Oh. Hier ook lekker ontbijt. Familiehotel. Oh. Ja. Zo dadelijk rechts afslaan en dan in. Ja, zijn we op een plek waar we nog nooit eerder geweest zijn. Nee. Wel leuk. We gaan dus het Paterswoldsemeer verkennen. Ja. En dan gaan we later op de dag gaan we ook richting het Schildmeer. Oh, wat leuk. Gaan eens kijken wat de verschillen zijn. Ja. En dan heb ik al wel iets, het een en ander wel gevonden. Oh wel, oké. Okay. Ik weet dat het Paterswoldsemeer en het Schildmeer ongeveer even groot zijn in oppervlakte. Allebei ongeveer 2,7 kilometer. Zo. Ik weet dat dit 2,7 is en het Schildmeer 2,8. Oh, dat is te verwaarlozen. Dus dat is, precies. Ja, ja. Dus dat zijn leuke weetjes. Het is hier wel wat dieper. Ja. Nou, dit meer en dat, ja, dat weet ik dan weer. Ja. Dit zit deels in Drenthe en in Groningen. Ja. Dus bij Schildmeer is het niet zo. Maar je ziet hier ook de streep. Ja, ja precies. Ja. Wij zitten nu in Drenthe. Zeker. Ja. Nou,
Ja. Nou, lekker dan. Dit is de tweede domper van vandaag. Zo. Want we staan hier bij een steiger op van nou, het is 50 meter. Ja, nog niet eens. En de verboden toegang. Ik vrees het, ja. Nou, dat gaat lekker met de foto's in ieder geval. Ja, maar ook dat hoort erbij, hè. Is niet erg. Ja. Is niet erg. We laten ons niet naar het veld slaan. Nee, we gaan kijken wat we hier nog kunnen. Ja. Wat? Ja, mooi. Ja? Stijgertje daar, misschien. Ja, dat is niet zo ver. Nou, zomaar. Ja. Nou, we hebben een heel klein staartje zon. Ja, die pikken we toch mee. Ja. Dat is toch mooi. Ja, we moeten roeien in de zon die we hebben. Nou, roeien, dat kunnen wij wel. Huh? Ik heb niet altijd zes gehoord. Hm. Ja, ik drukte net de uitknop van de film. Ja. Ja, wat heb ik toen gemist? Ja, jij zei van je kunt nooit zes gooien, maar daar ging ik al even een ijsvogel voorbij. Wel hè? Nou, dat vind ik wel een zeven waard. Ja. Jee, dat was leuk. Ik denk dat we het horen, ik. Ja, lekker hoor. Nou, de zon is weer weg. Ik ga de boel ook weer inpakken. Laten we doen. Yes. Ik sta vlakbij. Zo het inpakken zijn. Ja. Toch nog ook weer een verschil tussen het Schildmeer en het Paterswoldse Meer. Heb je een verschil? Ja. Oké. Okay. Ja. Op zich vertel. Nou, de zon, Paterswoldse Meer is echt voor een zonsopkomst. Perfect. Ja. Ja, ja. In het Schildmeer, ja, daar staan we toch vaak s'avonds. Oh ja, dat klopt. Ja. Dus dat is ook wel bijzonder. Dat is inderdaad ook. Dat is wel een verschil. Wel ja, zeker. Ja. Ben je klaar? Ja. Kunnen fixen? Zeker. Dat was een min ontbijt. Zitten en die afrekenen, want we zijn er niet gezocht. Nee, ik doe het vandaag. Ja, ja? Oh, fantastisch. Okay. En de receptie heeft die zeker naar mij doorgestuurd? Ja. Ik heb nog gezegd, van moeten we hier niet betalen? Nee, dat kan ook. Heel erg. Kunnen ze dat vak wel bij jou? Want ik heb nooit de uitleg gekregen. Overlegd met
het met het personeel hier, ja. Met de receptie. Ja. En om een uur of acht, ja. Dan komt de collega, ja. Die komt even bij ons en dan nou, kunnen we het allemaal financieel ook afhandelen met dit ontbijt. Dat lijkt me heel goed. Eerder lukt niet. Nee? Nee. Nou ja, wij nemen de tijd, ja. We gaan lekker ontbijten. Zien het wel. Nou, heet smakelijk. Heet zo. Lekker. Nou, na twee mislukte plekjes. Zo. Is het toch wel wat verdiend. Nou, dat sowieso. Systeem. Okay, zie. Klikt ook altijd zo lekker. Ja, lekker klikje. Ja, vind ik weet wel. Je dat goed zit met klikje. Okay. Ja hoor. Ja. Zal ik de camera pakken en dan de klep maar dicht doen? Lijkt me een goed plan. Wow, er zit iets tussen. Soepeltjes. Ja, gaan we die kant op. Dat is Huis Vosbergen. Oké. Maar ik heb de lensdop er nog op, dat is een beetje lullig. Oh. Lekker zo'n bankje naar 300 meter. Dat hebben we wel verdiend. Zo. Nou, we hebben iets leuks in het vooruitzicht. Ja, goed hè. Net even tijdens ons ontbijtje even gefixt. Geregeld. Wie kent je Limburg? Over een maand. Ja, zo over een maand. Ja. Volop hè. Lekker. Nou, dat is vast prachtig. Ja, dat moet goed zijn. Zuid-Limburg. Ja. Oh. We hebben contact gehad met onze host. Ja, Tom en Ingrid. Christa. Tom en Christa. Ja. Ja. Meteen leuk, aardig, ja. Goed contact. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ja,
Ja. Ja. Ja, leuk vooruitzicht. Ja, kunnen we leuke plekjes gaan voorbereiden. Ja, er wordt weer een, hoe lang zijn we daar? Vrijdagavond, zaterdag, zondag, dus twee dagen. Ja. Dan wordt weer een special. Dat wordt special. Dat wordt geen mini-reportage, maar een special. Ja. Ja, klopt. Leuk. Nou, zo zijn we lekker bezig. Dacht ik. Mooi. Ik heb echt heel veel zin in Limburg. Ja, ik vind het wel een beetje spannend. Ja, maar ik ben er toch weer bij. Ja, daar heb je wel een punt. Je zou daar snel gewoon rechtop gaan staan. Ja, dat doet hij wel eens. Landgoed De Braak. Landgoed voor u. Ja. Dus weer een ander stukje bos, ja. Ook in Paterswolde. Ook mooi bos hoor, netjes. Even een heel mooi bruggetje. Hallo. Hallo daar. Ja, goedemorgen. Oh, dat is een heel sportief bos, hè? Zo. En daar hebben wij niet zoveel zin in. Nee. We gaan vandaag niet heel sportief doen. Nee. Ik snap ook wel waarom het hier nu De Braak heet. We gaan zo kapot. Ja, we gaan ze kapot. Ja, spugen. Ja. Nou ja, goed. Waar gaan we nu heen? Verrassing. Ja. 7 meter diep. Zo. Nou, ik denk dat we dan wel weer een goede vergelijking met een Schildmeer kunnen maken. Ik geloof niet dat ergens 7 meter diep is. Nee, want ik weet dat Schildmeer gemiddeld 1,5 meter diep is. Kijk, zie je. Wel mooi hier, hoor. Ja. Deze steiger is niet nu geschikt voor een foto, hè? Het is echt een avondlocatie. Dit is een avondlocatie. We zitten nu juist aan de andere kant van het Paterswoldse Meer. Kijk, daar gaat een mooie rijver. Ja. En dit is natuurlijk een beetje wiebelig. Nou, valt ook mee. Is goed te doen, hoor. De lucht is behoorlijk opengetrokken. Ja. Veel anders dan vanmorgen vroeg. Aalscholver. Ja. Aalscholver. De aalscholver. Die zag jij? Ja. Die klappen er helemaal over het water. Dat is een vogelspotten. Ja. Dat doe je al een rijger. Dat doe ik vaak een vogelspotten, ja. Ja. Een rijger. En vanmorgen zagen we al de ijsvogel. Dat is helemaal ver weg. Ik weet niet of het op de camera zo te zien is, hoor. Maar daar staat molen helpen. Ja. We gaan nog even kijken. Ja, kijk, daar gaat die aalscholver ook weer. Ja. Klap. Die engel gewoon min op straat. Neem geen camera mee, hè? Nee.
kwartier voor ochtend. Zo. Mooi plekje dit hoor, maar ook s'avonds, hè, voor de foto's s'avonds. Mm-hmm. Heeft de schild meer op molens aan de oever staan, denk je? Nee, ik geloof het niet. Nee. Nou, dat is dan toch weer een verschil met Paterswoldse Meer. Ook hier is het weer veel te sportief al. Stel voor dat we even bij het andere meer gaan kijken. Het Schildmeer. Goed, daar gaan we om. Oké. Let's go. Toch leuk hoe zo'n opdracht vandaag ontstaat, hè? Ja. Vorige week ja, maar het is aan een het Schildmeer. Ja, dat klopt. Het is een opdracht, hè? Min of meer wel. Ja, het was iemand die wilde graag de verschillen vastgelegd hebben tussen het... Of tenminste niet vastgelegd, die vroeg zichzelf al, wat zijn nou de verschillen. Ja. Ja. Gaat het, Peter? Gaat het wel? Ik ben een oude oma. Je bent ook een zondagsoma, ben je nu aan het sturen? Ja. Zo'n beetje die net voor ons reed? Ja, als een zondagsoma, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, ga nou maar harder dan 40. Oh ja, ik heb ook mijn dag te maken. Het is wel een beetje druk bij de Vrijdemarkt. Ja. We vallen met onze neus in de boten. We staan op P3. Voor de brokanten. Ja. Ja, nou ja, goed. Nee, we gaan zien wat het is. Het is vast een gezellige boel. Kopje koffie. Daar gaat het om. Gezellig praatje misschien hier en daar. Wie weet, wie weet. Ja hoor. Misschien Ronald Niemeyer nog... Ik weet niet wat hij ziet. Nee, dus we gaan het beleven. Een beetje live muziek zie ik hier en daar. Ik heb dat stukje nog nooit gelopen trouwens. Welk stukje? Hier zo. Ja, zullen we dat, zullen we dat eens even doen? Hier erin? Ja. Kijk, daar heb je de ijsvogel weer. Ja, dat kan ik zien. Leuk. Heel leuk. Ik ben bang voor clownen. 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 Nou, laten we dan maar weggaan. Als je bang bent voor clownen. Krijgt hij mijn schilderij op een kopje? Oh, echt? Wil je nog kijken met deze vogels op stokjes? Nog. Recht toe, recht aan en dan zijn we bij het Schildmeer. Ja, het is één lange rechte weg. Ja. De Kappershuttenweg. En die brengt ons zo naar het Schildmeer. Maar niks dan lof over die brokanten. Zo, leuk. Nee, maar het was wel echt goed, goed georganiseerd. Ja, leuk hoor. Ja. Mooie spulletjes toch ook, hè? Ja, echt heel mooi. Ja. Dat was geen rommel. Nee. Het lijkt er misschien wel rommeltje. Ik dacht dat het hier lekker rustig is. Nou. Ik weet het toch niet aan. 2,5 al. Ja, gemiddeld was het 1,5 meter. Maar... Ik vind het goed. Dank je. Nou, dit is ook weer
Heeft het Paterswoldse meer wel zo'n mooi zandstrand? Weet jij dat? Ik denk het niet. Nee. Ik denk het niet. Ik denk het ook niet. Nee, dat denk ik niet. Nou. Ja, goed. Was je ziek? Heb ik je aangestoken? Denk het. Kom, laat even naar de steiger lopen. Blijft hij heel lang heel ondiep, hè? Ja, ik denk dat je nog prima kunt staan. Ja, te mijn enkels. Er is ook iets wat in het Paterswoldse meer heel anders is. Ja, dan ga je meteen naar... 7,5 meter, zei hij. Ja, waar wij begonnen vanmorgen. Ja. Klopt, zeker. Ja. Dat kunnen we nog meer even laten zien, hè? En daar dan de jachthaven. Ik denk dat de stilte hier voor zich spreekt. Denk je ook niet? Dan is het wel even gelijk wat klaar, denk ik. Ja. Zo. Nou, zo langzamerhand krijgen we wel conclusies, hè? Ja, het lijkt eigenlijk in de verste verte op elkaar. Toch? Hoe zeg je dat? Het lijkt in de verste verte op elkaar. Nou, ik dacht altijd dat het was in de verste verte niet op elkaar. Dat de uitdrukking was. Het lijkt in de verste verte niet op elkaar. Maar het is wel goed, het lijkt in de verste verte op elkaar. Ja, maar zo is het wel. Het is, zo is het precies. We zien heel veel gelijkenissen, maar we zien ook heel veel verschillen. Tot zover deze aflevering van Mini-reportage, waarin Ton en Peter op duidelijke wijze de verschillen hebben uitgelegd tussen het Paterswoldse en het Schildmeer. Tot de volgende keer voor weer een nieuwe Mini-reportage.